Hey, UEFA Cup duel van vanavond. Tot later op de avond. Goeiedag. Tot zover deze aflevering van 2 Vandaag. Laatste nieuws uit Spanje is dat het aantal doden als gevolg van de aanslagen inmiddels is opgelopen tot 190. Meer daarover morgen. En dan spreekt ook het kabinet zich uit over het SER-advies in zaken de WHO. Voor nu bedankt voor het kijken. Prettige avond verder en graag tot morgen. Goed. Goed, Janne. Yeah. Fout. Het antwoord is fout. Wacht even. Pina Tubo. Dat is er één, zeg je? Ja, dat weet ik niet. Dat moet jij weten. Mijn hartslag gaat een beetje omhoog. Ik heb niks met de vlies, want ik heb nu nog maar 26 hartslagen. Volgens mij is het niet goed, hoor. Nou, ik ga kijken. Ja? Nou, mijn hoofd zegt gaat door, maar mijn hart zegt time-out. Dus ik ga gewoon even een time-out nemen. Kan ik even een glaasje water voor mezelf in te schenken? De spannende kennisquiz Heartbeat Vips vanavond op Nederland 2. Overal hangt wasgoed te drogen. Wat een nachtmerrie. Gelukkig is er nu Robijn Fast Dry. Dat verwijdert meer water bij het centrifugeren, zodat je was sneller droogt. Nieuwe Robijn Fast Dry. De snelst drogende wasverzachter. En ook sneller droog in de wasdroger. Als ik je één tip mag geven voor de toekomst, is het profiteer van je lichaam. Iets wat zo prachtig en praktisch is, zul je nooit meer bezitten. Geniet van je eten, maar weeg nooit meer dan je koelkast. Zorg voor voldoende linol- en linoleenzuur. Ze helpen je hart- en bloedvaten gezond te houden. Het wegennet van ons leven. En heb je de kans jezelf te overtreffen? Doe dat dan. Leef met heel je hart. Bicel. Nieuw van Appelsientje. Appelsap Troebel. Van nature troebel door de speciale persing. Daarom heeft Appelsientje Appelsap Troebel een vollere, fruitige smaak. Kijk, BC Light zit voortaan in een nieuw kuipje. Maar het blijft verder gelijk. Vier het mee op www.leefmetheeljehart.nl en win. Multifly heeft de echte fly, die dagelijks vers uit Limburg komt. We hebben al meer dan 40 verschillende soorten. Want zoveel mensen, zoveel smaken. Sommigen willen zelfs alle smaken tegelijk. Maar dat kan natuurlijk niet. Jawel, bij Multifly kan dat wel. Multifly, er is altijd wel iets te vieren. Na jarenlang stelselmatig uit de keuken te zijn geweerd, eist de moderne geëmancipeerde man zijn rechten op. Zo is vervelend schoonmaakwerk niet langer alleen aan de vrouw voorbehouden. Net als zware boodschappen doen. De volgende doorbraak staat echter alweer voor de deur. De food processor voor de man. Een navulverpakking gaat 3 weken mee. 1 keer installeren, altijd klaar voor gebruik. Deze revolutie in uw keuken wordt ontketend door Krups en Heineken. Eindelijk gelijkwaardigheid. Maar het allerbelangrijkste is... biertje. Hij zorgt thuis voor een perfect gekoeld vers biertje. Beertender. Altijd het lekkerste biertje thuis. Kijk op beertender.nl voor verkoopadressen bij u in de buurt. Dank je, Beertender. Multifly. Vraag in de winkel naar de nieuwe Lentefly van de week. Met 2 euro korting. Heinz heeft weer 3 nieuwe smaken pasta-saus. Tomato cream, vegetables en sun-dried tomatoes. Alle 3 heerlijke sauzen, speciaal voor over de pasta. Zodat je eens lekker kan afwisselen. Heinz pasta saus. Saus voor over de pasta. Ruik de lente in huis met de bloemengeur van Ajax Bloemenfestijn. Ajax wenst u een geurend begin van de lente. Spaar nu met Heinz pasta saus voor een mooie kaasstrooier. Kaas voor over de pasta. Oeh, dat was lekker, zus. Oh, weer erg. Mag ik een ijsje? Ja, ijsje. Hier, Snuffy. Een konijnenijsje. Echt lekker.
Lekker echt. Iglo. U heeft een mooie auto en daarmee gaat u op vakantie. En waar gaat de reis naartoe? En wat kost dat dan wel niet? Dus weet u wat u moet doen? Surfen naar langhout.nl of bel Peter. 0900 0789. Nieuw van Iglo. Stoomgroenten. Heel vers en knapperig omdat je het zelf stoomt. Echt lekker. Lekker echt. Iglo. Psst, hey, Poesje, kom eens even hier. Wat? Ik moet je even wat vertellen. Wat dan? Een geheimpje. Wat over, over wat ik van katten vind. Ik weet wat ik van katten vind. Ja. De leukste thuis morgen. En ik denk bij mezelf, waarom nu? Waarom ik? Waarom? Waarom? Door de UEFA Cup-wedstrijd Auxerre-PSV ziet de avond op Nederland 2 er zo uit. Na Lingo, een muzikaal onthaal voor alle fans van VOF de Kunst. Om 21:50 de voorbeschouwing en de aftrap van Auxerre-PSV. Om 22:55 gevolgd door de spannende kennisquiz Heartbeat Vips. Het NOS Sportjournaal en Studiosport rond de klok van 23:55. Ten slotte het laatste nieuws om 12:50. De programma's Vaders, ER en World According to BNN houdt u van ons te goed. Maar zoals gewoonlijk gaan we van start met Lingo. U bent van harte welkom bij aflevering 2818 van Lingo. Een Zuid-Hollands onderrondje, want uit Rotterdam, Jans en Andrea. Met Sassenheim en Voorhout, Riedeke en Maria. En uit Zuid-Holland komt misschien ook wel. Nee! Goedenavond, welkom bij Lingo. Wat zijn naam, Giel? Dat jij misschien ook wel uit Zuid-Holland komt. Noord-Brabant. Oh, dat ligt ernaast, in principe. Schuin onder, zeg maar. Ja. In de buurt. Noord-Brabant. Nederland, zeg maar. Ja, nog wel in Nederland. Okay. Net niet over de grens, maar ik woon daar al niet meer, hoor. Nee, daarom. Jammer, soms. Goed, we gaan naar de kandidaten. We beginnen bij team 1, de dames. Ja, het zijn allemaal dames. Jans en Andrea, welkom. We willen alles van je weten, dus kom op, Jans. Alles. Ik ben Jans, ik kom uit Rotterdam. Ik ben 46 jaar. Ik heb 4 volwassen kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. Wauw. Een hele leuke baan in de maatschappelijke opvang. En mijn hobby's zijn, de grootste hobby's zijn kunst en muziek. En verder lees ik af en toe, ik schrijf wat en ik schilder wat. Oké. Nou, dat klinkt goed. Dat is bijna alles. Andrea. Nou, ik ben Andrea, 29 jaar, woon ook in Rotterdam, woon samen met Frank, moest ik even zeggen van haar, want zij vindt hem zo'n leuke jongen. Oh, ja, dat wordt toch wel. Ik ben een oud collega van haar, ik ben in september ergens anders beginnen te werken. Ook dus eerst in de maatschappelijke opvang gezeten en nu werk ik als psycholoog in Den Haag. Oké. Okay. Ja. Hebben jullie tijd gehad om je goed kunnen te voorbereiden? Of? Ja, best wel, hè? Ja, dat is wel belangrijk, ja, toch? Ja, zeker. Anders klap je zo dicht. Dat komt vast inderdaad, helemaal goed. Inderdaad, komt wel goed. We gaan spelen. Veel succes. Maar niet voordat we Rineke en Maya hebben voorgesteld. Ook welkom. Hallo. Rineke. Ik ben Rineke Meijer. Ik ben getrouwd met Jan. Ik heb 3 kinderen, Debbie, Jaap en Sarah. Ik werk als leidster op een peuterspeelzaal, de Kinderkorf. En verder doe ik vrijwilligerswerk voor de voetbalvereniging in Sassenheim. Oh, dus je hebt al wat met voetbal. Ja, dat moet wel haast. Ja. Goed, Maria. Ik ben Maria. Ik ben 43 jaar, kom uit Voorhout. Ik ben getrouwd met Hans. We hebben 3 kinderen, Sander, Bart en Martijn. Ik ben onderwijsassistent op Regenboog Basisschool in Voorhout. En ik doe ook nog wat uren administratie. En mijn hobby's zijn lezen, zingen, knutselen ook, puzzelen. Geen huisdieren? Een paar. Net onder de 10. Net onder de 10. Nou, dat is dan nog net te doen. Oké. Okay. Ja. Jullie hebben ook goed geoefend? Jawel. Nou, dan gaan we het nu zien. Veel succes. De jackpot is leeg. Ieder goed gespeeld lingenbord is €100 in kas. En we gaan eerst de kaarten uitdelen. Voor Jans en Andrea, de oneven getallen. En dan gaan er 8 van weg. En Rineke en Maya spelen met de even getallen. En ook daar verdwijnen de 8. We hebben geloofd, het eerste woord is voor Jans. Met de O. Oproer. O-P-R-O-E-R. Opeens. O-P-E-E-N-S. Opgave. O-P-G-A-V-E. Um,
op Lage, O-P-L-A-G-E. De bedenktijd zit erop. Het woord is voor Rieneke met een bonusletter, geen overleg. Opname, O-P-N-A-M-E. Dat is goed. Dan mogen ze grabbelen. Nummer 62. 62 gaat weg van de kaart. Maya. Vraagteken. Mogen jullie meteen overleggen en er eentje wegstrepen? 14. 14 verdwijnt van de kaart. We gaan kijken ook vanavond weer naar het 10-letterwoord waar jullie 100...